Ik ben Tajula en dit is Statements. Hallo internet. Het is weer zover. Een nieuwe aflevering van Statements met mij, René van Meurs. Aan de andere kant op het roze, je grote vriend Willy Wartaal. Maar in het midden, de man die er echt toe doet. Laat je horen voor Tajula! Of course, in the building, yes. Lekker man, hoe is het? Goed man, dankjewel man voor de uitnodiging. Dit is leuk hè? Je hebt zo lang gemaild, je hebt zo lang gepraat. Zo, laten we die man maar uitnodigen. Dankjewel. Dankjewel. We hebben ook samen een aflevering van Super gaan gezet. Ja, dit is round 2. Ik was best slecht man. Ik vond het van niet man. Nee? Oh, er zijn slechtere. Oef, wie dan? Wie was de slechter? Wie het slechter was? Ja? Ja, ik weet niet, maar ik denk wel dat het slechter is. Laten we beginnen. Diplomatiek, we gaan dit Laten we beginnen. Moet ik het voorlezen? Ja, dat is een beetje het format. Ik heb een rare bijnaam gehad. Ja, wel een paar vroeger. Gooi ze. Middelbare school. Zo. Shotgun neus. Ga niet uitlachen. Sorry. We lachen hier niet uit, we lachen hier mee. Jullie brengen mij terug. Sorry. Dat wil ik niet. Ik weet niet, het was een keer gewoon op school. Ik kan me dat nog echt goed herinneren, middelbare school. Dat was de verandering van mijn leven. Ik kwam in de pauze op school, we zaten in de kantine. En ineens werd ik geroost. Ineens, door 12 man werd ik geroost, zeg maar. En dat is te veel om comeback te maken, want als ik dan bijvoorbeeld iets tegen jou zeg, zegt iemand daar alweer wat tegen mij. Je kan alleen maar huilen. Begrijp je? Ja, ik ging niet huilen, ik ging gewoon ergens anders zitten. Maar toen ik naar huis ging, zei ik tegen mezelf, nooit meer. En toen werd ik Tajula. En Tajula, waar komt dat vandaan? Dat komt van de buurt. Dat komt van de buurt, zeg maar. Ze noemen me eerst altijd Jula. Ja. Omdat ik Joel heet. En dat probeer ik dus te veranderen op Instagram. Maar dat lukte niet, want iemand heette al Jula. En toen dacht ik van, ja, ik ben Portugees talig, want ik ben Angolees. En ta is zeg maar is. Dus is Jula. Ta, Jula. Het tijom. Het bekt ook lekker. Of niet? Ja, zeker. Of niet? Ik voel hem ook, ja man. Ja, toch? Zeker. Weet je hoe ik eerst heet op Instagram? Jenara. Ik had op de middelbare school, ik heb dus soort van... Mijn hoofd ziet er sowieso al gek uit. Maar ik was als kind, ben ik zeg maar van een paard afgevallen. Ik heb hier, als je het hier ziet, hier lijkt mijn hoofd nog platter. Zeg maar. Dus heb ik hier een bult, een soort van bobbel. En toen gingen ze mij in de klas Bobby noemen. Bobby? Bobby, ja. We hebben een nieuwe. Hey! I love random feitjes. Noem eens even een random feitje. Een mens slikt in zijn slaap 8 spinnen door in zijn hele leven. Dat is niet waar. Nee, dat is geen feit. Hoeft ook niet. Wel toch? Een feit is wel echt waar. Het ding van een feit is dat het echt waar is. Ben je bekend met de Nederlandse taal? Als je knoflookgeur van je handen wil halen, moet je handen wassen met een zilveren lepel. What? Huh? Nog een keer? Ik voel ook dat ik allemaal witte mannenfeitjes nu aan het droppen ben. Nee. Nog een keer, wat zei je? Als je eten maakt met knoflook en dan heb je knoflookgeur aan je handen, dan moet je je handen wassen niet met zeep, maar met een zilveren lepel in je handen. Dan moet je zo eroverheen wrijven en dan is die knoflookgeur weg. Volgens mij dat van Vampire Diaries of zo. I love dat random feitje. Wat is jouw favoriete nutteloze feitje? Toch wel. En er zijn er twee, ja? En het zijn de domste van allemaal, maar I love them. Hey, wist jij dat de mens voor meer dan 75% uit water bestaat? Die vind ik sick. Kijk, ja, die is. En wat ik ook sick vind, want iedereen weet dat al, zeg maar. Dus het is het van. En die andere. Wist jij dat er voor het Nederlandse woord gezellig geen goede Engelse vertaling is? Dat zijn mijn twee favorieten. Omdat iedereen die kent en iedereen gooit die altijd op je. Alsof het soort van gekke geheime nummertjes. Ja. Misschien wel. Just vibe, dude. Just chill, dude. Just have some snacks, dude, you know. Nieuw statement. Ik leef gezond. Ik probeer het. Maar ja, schuif ook wel eens allemaal shit naar binnen waarvan ik vrij zeker weet dat het op de lange termijn niet heel goed voor mijn lijf is. Wat voor drugs gebruik je allemaal? I'm talking drugs, ja. Nee, maar qua eten wel. Ik probeer wel een beetje erop te letten dat ik iets... Zeker nu, als nu sportscholen ook niet open zijn en zo. Ik merk toch dat ik zak uit. Gewoon. Ik word gewoon Willy. Je wordt weer. Sorry man. Voor niemand goed. Dit is het einde gewoon. Dat is niet waar. Jij bent 15 kilo afgevallen. 100 kilo afgevallen. Nee joh. Nee, maar hoeveel ben je kwijt? Ik ben wel soort van op mijn eten aan het letten. En ik probeer wel, zegt de krakende stoel. En ik probeer wel gezond te leven. Want ik merk gewoon dat ik slaap te weinig.
ik ga gewoon te laat naar bed en ik sta te vroeg op. Mm-hmm. En daardoor ga je ook dat slechter eten. En nu kan je ook niet sporten en ik doe ook geen shows. Dus het is wel echt iets waar ik een soort van... voor mij is het wel... het zit niet in mijzelf om daar actief mee bezig te zijn. Dus het is voor mij wel een ding. Jij bent kast deze dag, of niet? Ik probeer het, man. Ik zeg je eerlijk. Ik probeer het echt, zeg maar. Maar toen alles nog een beetje open was... Ja, was ik inderdaad echt kast. Maar nu alles dan dicht is en ik heb nog steeds opnames, is het wat jij zegt, laat slapen, vroeg opstaan en dan heel de dag bezig zijn. Dan kom je thuis, heb je bijna niks gegeten. Dus het is gewoon moeilijk om je voeding te onderhouden, vind ik. Ik doe wel mijn best. Ik doe wel mijn best, echt. Ik probeer echt de ultieme Black Panther te zijn, maar het is gewoon lastig. Hey! Nieuwe. Ik zou in de tv-kantine moeten acteren. Ik weet niet wat tv-kantine is, maar ja. Ja. Ja, het is op tv toch? Is op tv. Ja. 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 Op tv en in een kantine. Oké, okay, kan jij even uitleggen wat tv-kantine is? TV-kantine is domme witte mensen humor. Vind je? Oh, dus, ja, dus droge vind, humor. Ik vind het wel... Vind je het niet... Het is, want wat is het? Het is een soort van... Ja, het zijn imitaties. Ja. En wat ze geprobeerd hebben, is die imitaties ook nog grappig te maken. Ja. Maar wat je heel vaak merkt, is dat de imitatie niet echt lijkt. En dat de grappen die die imitator moet vertellen, geschreven zijn door een kind van 6. Oké. Okay. Mm. Dus jij bent, maar goed. Laat ik het zo zeggen. Ja, I sense hostility. Ja. Wat, jij vindt ook dat je daar zou moeten spelen, dus? Nee, ik kan niemand imiteren. Ik ben geen... ik zie mezelf niet met griem en dingen... Want ik weet dat jij er heel goed in bent. Als je nu op tv iemand zou moeten... Wat is je favoriete imitatie? Harobi. Oh, master. Harobi. Doe hem even. Want wil je weten, motherfuck. Harobi bij tv-kantine. Let's get it, man! Paul. Maar met wie gaan we dan te werken, Asa? Kan jij Willy? Want je doet rappers. Kan je Willy ook? Willy. Nee, man. Ik moet je zeg maar bestuderen. Ja, hè? Een paar, 3 clips of zo zien. En dan weet ik zeg maar ongeveer... Ik neem gewoon je aura over. Ja. Dat is wat ik doe. Wanneer wist je dat je daar goed in bent? Toen ik mijn zussen ging imiteren. Als ze mij gingen snitchen bij mijn moeder. Ja, Joël is weer bezig. Je kwam als die SpongeBob, zeg maar. Joël is weer bezig. Hey, wie ben ik? Joël is weer bezig. Dus zeg maar, daar begonnen. Ja. En daarna ging ik ook gewoon bijvoorbeeld naar rappers, 7 en zo luisteren. Ja. En dan ging ik gewoon meerappen en zo, toch? Maar ik vond die pokus dan zo hard, ging ik er echt helemaal in mee. Toen zeiden vrienden van mij, hé broer, ik doe eigenlijk best wel goed. En dat is altijd bij me gebleven. En een keer dacht ik gewoon in de keuken van... Wat nou als ik hun ga imiteren alsof ze in de klas zitten? Waarom moet je altijd schreeuwen? En dat was Jonah Fraser. Hard. Snap je? Het is echt zo, ik weet niet, ik weet eigenlijk niet. Het zit gewoon in me. Ja, hè? Ja, het zit ik gewoon weet in je wat me. Ik grappig vind? We hadden het net over je en ik heb het wel eens vaker met mensen over je gehad. En eigenlijk ben je gewoon een cabaretier. Maar het is heel gek, dat omdat je donker bent, zeggen mensen dan niet... Zeggen ze vaak gewoon, het is een grappige guy, of wat doet hij nou eigenlijk? Is het... Snap je? Ja. Het is heel gek dat het woord cabaretier eigenlijk niet soort van... op die manier soort van op jouw toepassing is. Klopt, het is altijd, lijkt of zo. Het is altijd met een omweg, zeg maar. Zeg ja, maar, precies. In een 1-op-1 gesprek, zeg maar, hoe je dit nu zegt, zeg maar, zeggen mensen het wel vaker. Maar over algemeen, dan zeggen ze vlogger. Welk vlog? Hey, toch? Respecteer me op ze. Zeg het op zijn minst entertainend of zo, hey, toch? Ja. Dat zeg ik op zijn minst dan over mezelf. Van, hey, ja. Toch? Ik entertain, ik ben entertainer. Maar je bent gewoon cabaretier. Eigenlijk ja, want, wel. Want je zou nu met Jan Dino het theater ingaan, toch? Ja, en toen kwam Coro. Niet doen, man. Nu krijg ik weer depressie, man. Ah, nee. Maar ik wilde meer zeggen, hey, hoe vet is het dat je met Jan Dino het theater in gaat? Ik weet het. Ik ben sarcastisch. Maar ik heb weer het idee dat wij volwinnen komen. Hey, dit is echt leuk om te kijken. Je kan me niet goed peilen, zeg maar, wanneer ik serieus en onserieus ben. Dat hebben heel veel mensen. Maar dat maakt niet uit. Nieuw statement. Drugs en seks gaan niet samen. Ja, het ligt eraan welke drugs. Het ligt eraan wat voor vorm van seks. Nee, ik ga drugs en seks gaan wel samen. Drugs, ja, oh ja, drugs, ik bedoel meer... Ja, drugs gaat met alles namelijk samen op zich. Dus... En seks bijna ook wel. Ja, maar ook niet alle drugs hoor. Want als ik ketamine gebruik, ben ik soms een ketchupfles. Wat? Ja. Dan ligt er op de grond. Zijn vrouwen die dromen hebben over ketchup. No way, dat ik dan, oké, laten we gaan. Ik denk gewoon, oh, ik ben een ketchupfles. Dan is dat alles waar ik mee bezig ben. Ja, oké. Dus dan wordt er niet geliefd. Nee, dat snap ik. Oké. Ja, drank.
door mij maar drank en seks gaat wel samen. Jij bent niet van de drugs? Niet echt, man. Niet echt. Gewoon al die dingen zeg maar onnodig. Je bent jong, je bent sowieso op de ballonnen. Geweest. I used to be. Ja, echt. Zeg maar, toen het niet zo heftig was als nu, zeg maar. Ja. Toen je het nog met patronen deed en zo. Toen wel. Hoe doen toen mensen het nu dan? Ja, met de hele tank, bro. Ja, fucking tank. Hele tank, bro. Ja. 10 kilo. 10 kilo tank, broer. Zo groot. Ja. Heel de dag gewoon door. Wat doe je? Wat doe je? Wat doe je? De hele dag gewoon 10... Bro, 10 kilo tank. Wij kochten 200 patronen, zeg maar. Vonden we al veel van, oh, ja. dit gaan we vandaag allemaal opmaken. 10 kilo. 10 kilo. Man, ik wist niet, man. Ja, je wist niet? Ja. Ik wist niet, man. Ja, zeg maar, daarmee heb ik het wel gedaan. Maar ik zeg eerlijk, ik ben best wel voorstander van nuchtere seks ook, man. Ja? Je wil het, ja, je wil het ervaren? Ja, toch? Ja, toch? Dat komt weer de volgende dag als ik naar kijk. Bijvoorbeeld. I remember that. Ik weet wat ik heb gedaan. Jij ook? Je kan nu niet zeggen, ik was zo dronken. No, ik weet niet meer. You know, you remember. Het is vaak een slecht excuus als mensen zeggen, ja, ik heb het gedaan, maar ik was hartstikke dronken. Dus ja, dat telt. Daarom hou ik er ook niet van. Nee, het telt wel. Je hebt het gewoon gedaan. Ja. Snap je? Daarom hou ik er ook echt niet van. Ja. Nou. Vrouwen kunnen niet rappen. Bullshit. Dat is grootste bullshit. What? Wie is de hardste? Sowieso Nicki Minaj tussen. Nicki Minaj was ook mijn crush vroeger altijd. Damn, wat? Oh mijn god. Ja, Nicki Minaj. Ik vind Cardi B ook echt hard. Ik luister ze niet altijd, zeg maar, af en toe als ik ze zeg maar voorbij hoor komen. Of als ik met een dame ben die naar Cardi B luistert, dan ja, toch? Het is niet dat ik zeg, zet af, zet af. Ze kan niet rappen, kill. Zet af, ze kan niet rappen, kill. Nee, dat is niet wat ik doe. En in Nederland heb je ook gewoon goede artiesten die gewoon kunnen rappen. Latifah. Ik dacht ook meteen aan Latifah. Die, huh? Wat zeg je? Ik dacht ook meteen aan Latifah. Ja, toch? Ja, maar Latifah. Die andere is ook goed, die Lijsa. Ken je die? Nee, man. Ze is ook goed. Okay. Ze is ook echt goed. En zo heb je er gewoon een paar die gewoon goed zijn. Dus dit is cap. Weet je wat cap betekent? Nee. Cap. Maar het is het wel. Ja, dit is cap. Dit is zo. Dit is echt big cap. Dus, big. Ja, cap. Waarom denk je überhaupt dat dit soort zinnen er zijn, dat mensen dit zeggen? En waarom zijn er zo weinig meisjesrappers? Ik weet, dit wordt sowieso gezegd. Mensen zeggen sowieso vaker dingen, hebben vaker een mening. Als zij dat zelf datgene niet doen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, je kan een foto plaatsen van dat je in de gym bent en zo. En iemand die nooit in de sportschool gaat, reageert met, hey, je moet letten op je voeding. Bro, maar wanneer ga je wanneer ga je inschrijven? Maar wanneer ga je inschrijven? Snap je? En dat heb je met elke variant een beetje. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is waar. Dat is zeker. En daarom is dit big cap. Dus big cap is? Ja, grote onzin. Juist hem! Hey. Juist hem! Hey. Snap je? Ik zeg toch. Thanks, man. We connecten. Oh, dit is zo goed. We connecten. Ik word helemaal straat, word ik hier. Snap je? Wat trouwens niet betekent dat er geen vrouwen zijn die niet kunnen rappen. Dus pas op. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Hè? Nee. Nooit. Klaar. Big cap. Dit was een big cap, dit. Big cap. Sowieso big cap. Ja, ja, is cap. Er is sowieso nog iets. Serieus? Nee, dit was hem. Dit was gewoon alweer een aflevering van Statements. Oh, jullie zien het. Gelukkig waren jullie erbij. Jullie hebben het gezien. Jullie hebben het mogen ervaren. Dus, alsjeblieft, laat je nog één keer horen voor de neef en Mers. Laat je nog één keer horen voor je boy Wibbelientje. Woehoe. Maar, om wie draait het vandaag? Dames en heren, laat je horen voor Tadjula! Yes! Hij was geweldig. En kijk volgende week weer, lieve mensen, want dan zie je dit. Ik kan huilen op commando. Iedereen heeft al een paar trauma's in het leven. En ik heb er een paar, eentje dat me... Hoe ga ik op te huilen? Zo snel werkt dat.